Journalisten rollen vaak achter bijzondere mensen aan. Politici, sporters, zakenlui. Maar er zijn ook journalisten die niet hollen, maar lopen. Die ons soort mensen verkiezen boven de hotenmethoten. Die niet het nieuws willen verslaan, maar het leven willen onderzoeken. Een van die journalisten was Gerard van Westerlo. Hij maakte graag journalistiek van alle dag. Gerard van Westerlo is een bekend journalist. Bekend geworden in de jaren 70 met zijn slow journalism, of verhalende journalistiek. Niet de journalistiek die achter elk nieuwsfeitje aanholt, maar die juist de samenleving als geheel of juist iets heel gewoons onderzoekt, maar dan wel helemaal onderzoekt. Hij is daar mee begonnen in de jaren 70 voor de kleurenbijlagen van Vrij Nederland. Hij werkte vaak samen met Elma Verheij en hun reportages waren lang en gingen over alledaagse dingen. Wat hem kenmerkt zijn bijvoorbeeld niet spreken met de bestuurder was een journalistiek onderwerp dat ging over gewoon spreken met trambestuurders. Wat vonden zij, wat zagen zij op lijn 16 in Amsterdam? Andere belangrijke dingen die hij heeft gedaan, hij heeft een enorm lange voettocht door Nederland gemaakt. En dan gewoon gaan kijken wat je tegenkomt. En dan buiten de grote steden blijven, die verhalen kennen we, maar gewoon daarbuiten. En wie kom je dan tegen? En waar praten die mensen over? En wat maken zij mee? Iets wat wel heel erg opeens in het nieuws was, was het meelopen met Ad Melkert tijdens zijn nogal treurige campagne rond de verkiezingen van 2002. Zoals de meeste mensen wel zullen weten, was dat het jaar dat Pim Fortuyn nogal opkwam en Ad Melkert verloor de verkiezingen. En Van Westerlo heeft die hele campagne meegelopen en kon dus echt zien, een soort van omslagpunt, dat het finaal misging met de PvdA en de opkomst van Leefbaar Rotterdam en later lijst Pim Fortuyn. Dus dat soort dingen, dat typeert echt Van Westerlo. Niet de feitjes waar iedereen de mond dan vol van heeft, maar juist al die andere feiten die je eigenlijk als normaal beschouwt en die dan minutieus onderzoeken en daar dan verslag van doen. Zo objectief mogelijk. Indringend, origineel en compleet. En dat in een verhaal dat eigenlijk al vaak is verteld. De winnaar in de categorie achtergrond is een meester van de grote reportage voor de kippenmoord in M-magazine van NRC Handelsblad, Gerard van Westerlo. Dit is de tegel die Gerard van Westerlo in 2007 won voor zijn verhaal De Kippenmoord uit de NRC Handelsblad uit 2006. Het is een zware prijs. Het is een van de belangrijkste journalistieke prijzen van Nederland. Hij is letterlijk zwaar, maar ook figuurlijk zwaar. Met zijn journalistieke insteek, door eigenlijk met iedereen te praten die bij dit proces betrokken is, door met ze te praten, gewoon normaal, van wat doe je en wat denk je als je bezig bent met die kippen. Daardoor gingen ze nadenken over hun rol. Een rol die ze eigenlijk normaal gesproken gedachteloos uitvoeren. En kijk, en dat is nou precies wat een journalist hoort te doen. Dingen uitzoeken en dan kijken wat je tegenkomt. Tegels lichten. En die man die vrachtwagen reed met die kuikjes achterin, die zei eigenlijk in het begin van die reis dat het hem allemaal niks deed. En dat hij indifferent erbij bleef bij wat er met het vlees gebeurde, wat er met die beesten gebeurde. Maar ja, die reis duurde lang en langzamerhand zag ik die man ook steeds een beetje meer gaan zitten nadenken. Dat dwong natuurlijk wel een beetje de situatie toe. En achter Utrecht zei hij tegen me, weet je wat het is, Gerard? Om dit werk te kunnen doen, dat werk wat ik doe, om dat te kunnen doen, moet je niet te veel verstand hebben. En dat vond ik zo mooi. Want die man suggereerde daarmee, als je nou echt heel veel erover nadenkt, dan doe je dit werk niet. Nee. Sylvia en Karen werken allebei als kuikenpakster part-time bij de broedfabriek van Cobroed. Meestal beginnen ze om 6 uur in de ochtend. Ze houden met werken op als alle kuikens van die dag uit het ei gekropen, op hun levensvatbaarheid beoordeeld en in kratten verpakt zijn. Op hoogtijdagen zien ze 500.000 kuikens langs zich heen komen. Als het werk gedaan is en als Karen en Sylvia hun salmonella-vrije witte werkkleding verruild hebben voor hun eigen spijkerbroek en t-shirt, schuiven ze in de koffiekamer aan voor een korte evaluatie. Kuikens die niet helemaal goed zijn, hebben vaak iets verlegens, zegt Karen. Je ziet het aan hun oogjes, zegt Sylvia. Als je twijfelt, gooi je ze niet weg. Alleen als ze echt niet goed zijn, moeten ze bij het afval.
Ik heb er geen moeite mee. Ze zijn niet zwaar, je pakt ze gewoon. Gevoel heb ik er niet bij. Over 6 weken liggen ze bij de slager. Niet bij stilstaan. Eigenlijk moeten ze klein blijven. Ik heb dat ik niet verder denk. Nog even en ze zijn echt niet mooi meer. Dan hoef ik ze niet meer te zien. Ja, in de diepvries. Wij zien alleen nummers. Er staan geen namen bij. Daarom doet het ons weinig. Dan drinken ze hun koffie en gaan ze naar huis om de kinderen van school te halen. We kunnen nu ook het dagelijks leven van Van Westerlo zelf bestuderen. Want Beeld en Geluid heeft sinds kort zijn archief gecollectioneerd. En het is wachten op de biograaf. We hebben fantastische boeken, manuscripten, correspondentie, allerlei zaken die van hem persoonlijk waren. Floppy disks, zijn Palm Top computer. En dat is allemaal hartstikke interessant om de achterkant van die prijsverhalende journalistiek te reconstrueren. Zijn toekomstige biograaf moet dan natuurlijk wel net zo geduldig en precies zijn als Van Westerlo zelf was.